heden zij uw verblijfplaats in vrede en uw woning in het heilig Sion door Christus onze Heer. Mogen onze overleden broeder Jack rusten in de schaduw van het kruis door Christus onze Heer. Requiem aeternam dona ei Domini, et lux perpetua luceat ei, requiescat in pace. Amen. Hij hield van haar. Ja, meneer. Ze sliep, maar nu is ze wakker. Oh, dat is goed. Dat zal ik haar zeggen. U komt toch ook? Oh, ik zal het zeggen. Dat was meneer. Ik moest zeggen, mevrouw Mary is onderweg naar huis. Kan over een half uurtje hier zijn. Goed, ja. Meneer moest naar het politiebureau. Hij kon niet meekomen. Oh, dat is jammer. Dat moet een vergissing zijn. Weet u wel wie ik ben? Ja, dat weten we. Daarom bent u hier. We kennen meneer uit de krant. Wie waren brigadier? Ja, meneer is een bekendheid. Nou. Wilt u mij precies zeggen waarom ik hier ben? U wordt verdacht van medeplichtigheid in verband met de aanslag op de fabriek van Rustenburg. Een fabriek? Welke fabriek? En daarvoor pikt u me zomaar van de straat op. Oh, we stonden er toch. En u kwam toevallig langs. Was me even bekend. Dikke wijd uit. Ze bent u door helemaal gek geworden. Daar krijgt u moeilijkheden mee, hoor.
U wil met uw superieur spreken. Meneer Freke, ik heb hier een eenvoudig arrestatiebevel. Ondertekend door de officier van justitie. Wilt u ook nog de koningin erbij hebben? Ik ben maar een eenvoudig adjudant. De brigadier daar stelt helemaal niks voor. De mensen die u wilt hebben zijn allemaal zo hoog. Dat moeten we heel omzichtig gaan benaderen. Dat gaat tijd kosten. Zullen we u er maar zo lang opsluiten? Hoe lang bent u van plan om hier te houden? Oh, u kent het niet nu zo uitgetypt. Adjudant is heel goed een type. Dan moet u mevrouw waarschuwen. Moet? Dat moet ik helemaal niet. Die zit nu thuis in ongerustheid waar u blijft. Wilt u er ook even aan denken? Mag ik de Van Gorkom BV? De directeur Rustenburg graag. Kind, het hartje van mij als ik me te druk maak. Is de dokter geweest? Natuurlijk, daar heeft Ellen voor gezorgd. Beetje rust houden en zo nu en dan een pilletje. Maar nu jij hier bent, voel ik me al een stuk beter. Wat heb je me in ongerustheid laten zitten? Noem me dat nooit weer aan, hè? Niemand wist waar je zat. Nee, maar sorry. Maar ik was in zo'n rot situatie beland. Weet je, die veel mensen, dat waren oplichters. De ellende die ik daarvan heb gehad. Nou, nu niet, kind, daar praten we later over. Dries heeft je gevonden en dat is het voornaamste. Die is ook heel erg ongerust geweest. Hij is er dagen mee bezig geweest om je op te sporen. Had hij daar tijd voor met zijn vrouwtje Postma? Natuurlijk. Uiteindelijk horen jullie bij elkaar. Vraag of Janske een beetje thee gaat zetten. Praten we gezellig verder. Dus u heeft geen van beiden ooit eerder gezien? Nee. Nee, niet dat ik me herinneren kan. Wie zijn het eigenlijk? Meneer Rustenburg, ik zal open kaart met u spelen. Die Tony, die in de onderwereld bekend staat als Tony de Aal, heeft zijn hart inmiddels al volledig bij ons uitgestort. Het is een oude bekende van ons. Als we hem eenmaal zover hebben, dan spreekt hij bijna altijd de waarheid. Die brandstichting, die overigens ruiterlijk toegeeft, heeft hij gepleegd in opdracht van die andere figuur, Kareltje Freke. En daar is Tony ongetwijfeld stevig voor betaald. Nu zitten we alleen met de vraag, wat voor belang had Freke bij die brand? Verwacht u een antwoord van mij? Dat kan graag. Geen idee. Meneer Rustenburg, houdt u zich nu niet een klein beetje van de domme? Kijk eens, er zijn twee mogelijke belanghebbenden bij die brand. Enerzijds de verzekerde, dat bent u. Anderzijds de concurrentie. Ik hou het op de concurrentie. Dat begrijp ik. Andere vraag. Gaat u wel eens naar de paardenrennen? Paardenrennen? Nee, hoezo? Wet u wel eens op paarden? Nee, gokken heeft me nooit geïnteresseerd. Ik moet u iets laten zien. Zoals u ziet staat hier Kareltje Freke. Tony kende hem alleen als Kareltje van de races, maar dankzij dat blaadje hebben we hem kunnen arresteren. Wel, wel. Blijft de grote vraag, wie is de grote man achter Freke? En naar mijn ervaring zullen we daar wel nooit achter komen. Kijk, Freke is niet zo'n type dat doorslaat en zijn broodheer ophangt. En dan zou hij dat wel doen. Die broodheer ontkent natuurlijk alles. En wat hebben we dan voor bewijs? Zelfs tegen Freke hebben we geen sluitend bewijs. Dus, meneer Rustenburg, mocht u die broodheer zijn, dan hoeft u zich geen zorgen te maken. Waarom verdenkt u me toch?
Ik moet alle mogelijkheden tegen elkaar wegstrepen. Ja, dat is zo. Ik heb een tip voor u. Kent u die man met die pet op? Nee. Dat is Kampers van de Verenigde. De Verenigde? De Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken en mijn grootste concurrenten. Interessant. Ik denk dat u mijn naam al kunt doorstrepen. Dat zou kunnen betekenen dat Vreken die Kampers kent en dat kan weer belangrijk zijn. Zou ik dat blaadje een paar uurtjes van u mogen lenen? Laat ik even een paar fotocopietjes maken. U gaat toch geen domme dingen doen? Nee, dat denk ik niet. Nog iets, meneer Rustenburg. Ze zeggen wel eens de ene tip is de andere waard. Uw vrouw heeft enige tijd samengewoond met een kleurling, die barkeeper die onlangs vermoord is. U was op de begrafenis, ik vertel u niks nieuws. Wel nu, ik heb net een collega gesproken. De daders zijn inmiddels gevat. Bekende onderwereldfiguren. Nou komt er een groot proces, dat begrijpt u. En uw vrouw zal moeten getuigen en dan zullen er allerlei nare details aan het licht komen. Ik zie de krant al voor me. Dat worden sappige stukjes. Meneer Kooijman, ik zal zorgen dat ik voor die tijd zoveel van de zaak afweet dat de kranten mij niks nieuws kunnen melden. Zou u niet weer eens naar Portugal gaan? Nee, ik loop niet meer weg. Maar bedankt voor het advies. Merci. Ja, het origineel wil ik graag van u terug. Natuurlijk. Meneer Kooijman, als u mij naar Portugal wilt laten gaan, kan ik daaruit opmaken dat u mij niet langer verdenkt? Dat heeft u goed begrepen, meneer Rustenburg. Wie? Mevrouw Vreken? Nee, zeg maar dat ik op reis ben, zeg. Oh ja? Nou, vooruit dan maar. Dag, mevrouw Vreken, wat kan ik voor u doen? Wat? Wanneer? Ja, ja, natuurlijk, ja, ja, ja. Nee, maakt u zich geen zorgen. Ik zal u steunen. Maar bent u liever niet meer op, nee. Nee, 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 ook niet thuis. Dag. Tomma. De motieven die Kareltje voor de brandstichting had zijn bij mij niet bekend. Daar is nooit over gesproken. Als ik in deze verklaring spreek over Kareltje, dan bedoel ik Karel Vreken. Zijn achternaam was mij tot voor kort niet bekend. Nadat deze verklaring aan mij in zijn geheel is voorgelezen en ik de tekst correct bevonden heb, is de verklaring door mij ondertekend in het bijzijn van et cetera, et cetera. Getekend Tony Bremers, alias Tony de Aal, ook wel bekend als Gladde Tony. Nou, dat is toch duidelijke taal, meneer Vreken? Duidelijk. Dat is van A tot Z gelogen, man. Waarom zou die man een onschuldige erin luizen? Weet ik veel. Ik ken die man niet. Ja, ik vind het ook mooi raar, hoor. Maar ja, er zijn een hoop rare dingen in de wereld, hè. Ja. Iets anders. Herinnert u zich deze gelegenheid nog? Nee. Ach, kom nou, dan bent u toch die daar staat. U staat zo gezellig te lachen. Ik, mijn naam staat er niet bij. U ontkent dat u dat bent? Ja. Die man die lijkt een beetje op me, maar ik heb een alledaagse kop, hè. Oh, maar bij de manege herkende ze u direct. Hm? En die man hiernaast u, die kent u ook niet? Nee, dat is gezien. Dat weet u zeker? Ja. Dus u kent de heer Kampers niet? Kampers? Dat is een naam die veel voorkomt, hè? Daar lopen de honderden van ons. Kampers, de suikerbaron. Nee, dat is van hoor. Wat heerlijk. Hm? Zo oud. En toch nog zo onwetend. Weet u wat wij gaan doen? Wij gaan uw verblijfsvergunning hier nog een beetje verlengen. Om uw geheugen wat op te frissen. Hm? Bakker, berg hem maar weer op. Thank you.
In hemelsnaam, Johan, dat mankeertje. Nee, niet. Jawel, je bent zo onrustig. Ga eens iets doen, ga een eentje wandelen. In het rot weer. Ja, hoor. Doe een van je schaakpuzzels. Nee. Wat heb je? Is er iets verkeerd gegaan? Heb je moeilijkheden op kantoor? Nee. Wie kan dat zijn? Zeg, er zit een auto die ik niet ken. Ga jij open doen en zeg dat ik al naar bed ben. Het is toch geen tijd voor bezoek? En al aangekondigd. Zeg maar dat ik al slaap. Alsjeblieft. Goedenavond, mevrouw Kampers. U kent me nog, Rustenburg. Is uw man thuis? Ja, maar hij slaapt. Het spijt me, maar dan zult u hem wakker moeten maken. Oh, maar dat kunt u niet voor mij verlangen, overvalt ons. Duizendmaal excuus, maar het moet. Zo, loop jij te slaapwandelen? Of slaap je staande, net als je renpaarden? Ik ben er in ieder geval niet te spreken. Dus u moet weggaan, anders bel ik de politie. De politie? Daar kom ik net vandaan. Zal ik het nummer even draaien? De telefoon staat hier. Wat wil je, Rustenburg? Dus geen politie, heel goed. En wat voor het genoegen? Zaken neem ik aan? Ja, smerige zaken. Ach, Monique, wil je ons even alleen laten? Wacht, misschien is het beter dat mevrouw erbij blijft. Nee, zaak is niet voor haar, Monique, wist je? Nee, Johan. Ik blijf. Heel goed. Allereerst de vraag, Kampers, die contracten met mijn boeren. Zij hebben getekend, dat weet ik. En jij? Ik nog niet, nee. Ze liggen klaar op kantoor. Dat is dan een geluk bij een ongeluk. Voor jou dan. Dan heb je tenminste iets aan te bieden. Moet ik iets aanbieden? Ja, als je verstandig bent. Ga verder. Ik verlang van jou dat je die contracten verscheurt. In elk geval niet ondertekent. Want als jij ze tekent, kan je opvolger er niet meer onderuit. Mijn opvolger? Waar heb je het over? Ja, Kampers. Jouw positie als directeur komt ter discussie te staan. Ten slotte heb jij ook met een raad van bestuur te maken. Zo, zo. Nou, ik dacht dat we het over contracten hadden. Stel dat ik ze niet teken. Ga jij dan met Dommering in zee? Natuurlijk. En dat weet je al lang. Van wie? Van Fientje? Van Dierme? Kan een sterke combinatie worden. Maar, Nee. Ik zie niet in waarom ik dat van jou zou willen doen. Trouwens, ik heb al mijn woord gegeven, dus. Aan wie? Aan Freke soms. Freke? Wie is dat? Kom, Kampers, die man die de sabotage gepleegd heeft, heeft al bekend. En op dit moment zit Freke bij de politie onder het mes. Het is alleen een kwestie van tijd en hij valt door de mand. Ik weet niet meer over hem, man. Kampers, die brandstichting bij mij, die heb jij georganiseerd. Jij. Nee, Johan. Dat is op, Rustenburg. Dat is een heel lelijke aantijging. Die moet je waar kunnen maken. Dat doet die Freke voor mij. Ik ken die man niet, zeg je. Kampers, je liegt. Weet wat je zegt, Rustenburg. Dat weet ik verdomde goed. Weet jij wat dit is? Traf en Endsport. Kijk hier eens. Daar zie je een foto. En wie staat er op die foto? Ons aller Kareltje Freek. En wie staat er pal naast hem, heel vriendschappelijk? Juist, dokter-ingenieur Johan Kampers. Nou, jij weer. Neem niet kwalijk, dat is mijn exemplaar. Maar de politie heeft genoeg fotocopieën, dus als je er een wilt... Maar dat bewijst nog niet. Nee, nog niet. Maar als ik een goede advocaat op die zaak zet, dan kan hij het jou verdomde lastig maken. En ik zweer je, vriend, ik zet er niet één advocaat op, maar 10. Dus wat wil je? En als ik doe wat je verlangt, met die contracten? Dat is dan één ding. Het andere dat ik van je verlang is dat je je ontslag indient als directeur. Je verzint wel wat. Gezondheidsreden of zo. Mijn ontslag? Ik? Ja, jij. En dan? Dan zal ik er verder geen werk van maken. Wat de politie doet is natuurlijk hun zaak. Johan, je moet doen wat meneer Rustenburg van je verlangt. Als die contracten voor jou zo belangrijk zijn. Heel verstandig. En nu gaan we samen naar jouw kantoor en daar overhandig je me die contracten. Ongetekend natuurlijk. En dat ontslag, dat regel je zelf al. Goed.
Kom zo. Ik wacht buiten op je in de auto, mevrouw Kampers. Johan, ik wist dat je weer met allerlei zaken bezig was, maar dit is het ergste wat je ooit hebt gedaan. Hoe kon je? Heus, ik heb dit niet gewild. Ik ben erin gegleden. Het was stom, het was idioot, ik weet het. Maar besef je het eigenlijk wel? Huh? Besef je wat je hebt gedaan? Besef je wat er had kunnen gebeuren? Dat hadden mensenlevens gekost kunnen hebben, dat hadden doden kunnen vallen. Je had bijna moordenaar geweest. Hoe moet ik leven met iemand die zulke dingen doet? Maar ik ben daarin getrapt. Het was die Freke, die praatte er zo luchtig over. Oh, ging... nee, Johan, je moet de dingen niet afschuiven op dat mannetje, op die Freke. Jij hebt het gewoon niet kunnen hebben dat Rustenburg die zaak gewonnen heeft. Dat gevecht om die fabriek. Ik hou van je. Oma, je moet naar bed. Het is een heerlijke dag geweest. Zo zie je, als alles goed gaat, mankeer ik niks. Ben ik zo sterk als een paard. Ja, dat dacht u. Heus, je moet nog voorzichtig zijn. Het is al laat, we gaan allemaal naar bed. Wie is dat dan nog zo laat? Ik ga kijken. Papa! Dag Hel, is iedereen nog op? Ja. Mooi zo. Weten jullie wat dit zijn? De contracten van de boeren. Kampers heeft gecapituleerd. Gecapituleerd wanneer? Nu net. Ik kom juist terug uit het Hol van de Leeuw. Kampers? Ach ja, dat weet jij nog niet, Miri. Maar Kampers wilde opnieuw de boeren bij ons wegkopen. Maar ik heb hem kunnen overbluffen. Hij heeft zich terug moeten trekken. Dat was wel op het dippertje. Daar gaan we een fles champagne op drinken. Oh nee, niets daarvan. U weet wat ik de dokter beloofd heb. U gaat naar bed. Oh, wat een praatjes. Dat zijn geen praatjes, dat is een bevel. Nou, goed dan. Welterusten. Welterusten, mama. Welterusten. Nou, zal ik dan toch maar een fles champagne boven halen? Nee, ik neem liever een whisky. Jij ook iets? Nee, beter van niet. Beter van wel. Je hebt nogal wat meegemaakt de laatste dagen. Nou, vooruit dan maar. Ook een whisky. Ja, dat van Kampers was het eerste goede nieuws sinds weken. Het ging allerbelazerd. Je hebt dat wel eens, hè? Dat alles mis schijnt te gaan. Dat heb ik ook gemerkt. Ja. Het ergste was die moord. Die barkeeper. Hield je van hem? Ja. Als van een goede vriend. Een lieve vriend, dat was hij. Hij heeft zoveel voor me gedaan. Je hoeft niet te praten. Als hij zich niet zo voor me had ingezet, dan leefde hij nog. Ik ben in zijn bar geweest. Toen ik jou aan het zoeken was. Ja. Het lijkt me een fijne kerel. Mary, ik hoop dat je beseft. Je bent er nog niet van af. De politie heeft me gewaarschuwd. Je zult voor het gerecht moeten getuigen. Het kan allemaal heel vervelend voor je worden. Ik wil dat je weet dat ik naast je sta. Ik zal je er doorheen helpen. Dat is heel lief van je. Dat heb ik niet verdiend. En Jannie? Dit gaat voeren. Hier is de hele familie bij betrokken.
En tot slot, er is vanmiddag een vergadering van de boeren. Nu Kamper zich teruggetrokken heeft, verwacht ik daar geen moeilijkheden. En een verzekering, hoe zit dat? Goed dat je me daaraan herinnert. Ja, ik ben tenslotte op goede voet gekomen met rechercheur Kooijman. In het begin verdacht hij mij van die brand, net als die dwarsligger van de verzekering Vos. Kooijman gaat hem nu duidelijk maken dat er geen enkele verdenking meer bestaat dat die brand van ons is uitgegaan. Dus dat is opgelost. Maar wat verwacht Dommering van ons als tegenprestatie? Nou, dat we gezamenlijk optrekken en een concern opbouwen dat niet hoeft te beven van angst als Kampers in onze richting kijkt. Daar ben ik voor. Ah. Eendracht maakt macht. Onze bedrijfseconoom. Ja, laat het maar. Hij had ons de woorden uit de mond, hij is alleen wat vlugger. Ja. Mag ik even storen? Tuurlijk, Jannie. Piet, we moeten naar het ziekenhuis, het is zover. De weeën zijn begonnen. Goeie heen. Ben ik. Daar ga ik. De beste jongen, de groet aan Dicky. Ja. Dat is sterkte, hè? Ah, dank je. Ja. Mevrouw, mijn heren, is er nog iets voor de rondvraag? Nee? Dan zonder onze jonge aanstaande vader sluit ik deze vergadering. Gefeliciteerd, Dries. Dat heb je er weer mooi doorgesleept. Ja, maar het was wel meer geluk dan wijsheid, Berend. Geluk moet je afdwingen. En hoe staat het met die andere zaak? Ik bedoel, hoe is thuis? Ja, dat is nog lang niet opgelost. Ik weet niet wat ik moet doen. Wil je erover praten? Ja. Dries, je bent een grootheid. Je hebt de fabriek gered doordat je een aantal uiteenlopende zaken heel goed heb getaxeerd en doordat je op de juiste momenten de juiste beslissingen hebt genomen. Gaan we nou niet vertellen dat je dat in je persoonlijke leven niet net zo zou kunnen? Ik zou niet de enige grootheid zijn, Berend, die dat niet kan. Collega's, toen Voors mij vroeg om een spoedvergadering begreep ik natuurlijk wel dat er iets mis was gegaan. Voor ons dan. Ik heb Kampers opgebeld en die bevestigde dat hij zich heeft teruggetrokken. Op verzoek van zijn bestuur, zei hij. Meer weet ik ook niet. Wat helemaal verkeerd gedaan. En mijn Voorsbaat, die heeft veel betere pennen. Ja. Zo gaat dat nog altijd, hè? Allemaal grote monden tegen Voors zijn met mij eens en dan gaat er iets mis en ben ik de gebeten hond. Jullie zijn een lafstelletje meelopers. Voors, geluk mee. Linde, ga zitten. Hij heeft gelijk, mensen. Ja. Jullie laten je manipuleren als een stelletje jojo's. Ja, als een stelletje jojo's. Toon is een beetje ruggengraat. Van der Linden heeft fouten gemaakt, maar jullie liepen wel als blinde kippen achter hem aan. Is hier dan niemand die voor zichzelf denkt? Ja, ik. Ik verdomme het langer om Bieten te leven aan Dommering. Je heeft vader in het verleden al genoeg kapot gemaakt. Ja, dan vreet je die Bieten maar zelf om. Als allemaal persoonlijk. Hou je kalm, Henk. Ja, maar dat is toch te gek? Rustig, Henk. Verder kan ik jullie nog meedelen dat er plannen op tafel liggen voor een nauwe samenwerking met Dommering in de toekomst. Maar daarom zal eerst onze eigen fabriek worden gemoderniseerd. Sprookjes! Nee. Laat maar sportief blijven. Als dat kan, is het een goede oplossing. Vos, mijn zegen heb je. Ja, maar ik moet ook nog wat zeggen. Liever niet, hè? Ja, ik zeg het toch. Zoals jullie hier zitten, hebben jullie mijn vader ronduit smerig behandeld. En dat heeft hij niet aan jullie verdiend. En nu het allemaal in orde is, zou ik willen vragen of er een klein applausje van mijn vader voor mijn vader af kan. Mensen. We moeten samenwerken. Ik begrijp dat ik weer jullie voorzitter ben. En ik zou Van der Linden willen vragen om mij te blijven assisteren, want we krijgen nog moeilijke tijden. En het is in ieder geval een vent met initiatief. Ja. U mag naar binnen gaan. Nee, Gia,
vader? Ja, maar je kan toch vragen. Nee, jij gaat maar binnen. Nee, ja, doe. Alsjeblieft. Alles goed? Ja. Kijk dan. Wat is het? Jongen. Mooi, dan heb ik een stamhouder. Wat is dat? Zijn zusje. Zijn zusje. Oh, zijn zusje. Een tweeling. Ja. Weet je dat? Ja, tuurlijk. Waarom heb je me dan niks verteld? Vergeten. Vergeten? Een heel kind? Ja, ik durfde het je niet te zeggen. Je was al zo zenuwachtig. Zenuwachtig? Ik zenuwachtig? Ben je niet blij? Ja, maar... Twee in één klap? Nou, zeg maar gerust een doffe dreun. En dubbele kinderbijslag? Ik heb maar één duw op de motor. Dan ga je toch sparen voor een auto? Hij is helemaal niet blij mee. Oh, jawel hoor. Ik heb helemaal nog geluk gehad. Voor hetzelfde geld heb ik een drieling geweest. Oh, daar ben ik nou mee getrouwd. Jan, ik wil je dit morgen voor me uit laten tikken. Ja. Is nogal wat gebeurd, hè, de laatste dagen? Ja, ik heb niet veel van je gezien. Nee, dat was moeilijk, maar ik heb je van alles op de hoogte gehouden. Over de telefoon, dat is niet hetzelfde. Nee, je hebt gelijk. We moeten eens praten. Zullen we ergens gaan eten? Verwachten ze je niet thuis? Nee, ik woon nog steeds in het hotel. Maar ik bedoel voor het eten. Het is pas de tweede dag dat Mary terug is. Ja, niet doen. Er is nog niks veranderd. Nog niet. Jannie, wat gebeurt er met ons? Je wou praten, zei je. Ja. Maar je weet niet hoe te beginnen. Nee. Ik kom er niet uit. Jannie, ik zou nou het liefst met je weggaan. Hier weg uit die grauwheid, weg van het gekonkel. Maar dan zou ik Miri achterlaten in een... In een situatie, in een wereld die ze niet aan kan. Ik voel me nog steeds verantwoordelijk voor haar. Dat ben je ook. Althans, voor een groot deel. Net zo goed als zij verantwoordelijk is voor de dingen die ze jou heeft aangedaan. Ik heb zelf ook zulke situaties meegemaakt. Toen ik nog jong was. En mijn vader ons in de steek liet. Het heeft mijn hele jeugd bedorven. Wat wil je daarmee zeggen? Dat ik kan begrijpen hoe ingewikkeld de dingen kunnen zijn. Ja, maar dit is toch een heel andere situatie? Tries, het is elke keer anders. Altijd. We moeten eerst maar eens rustig afwachten. Zien hoe alles zich ontwikkelt. Ik stel geen eisen. Ik laat je helemaal vrij. Ik wou dat ik jou het eerst ontmoet had. Dat zeg je nu. Misschien had je mij dan met Mary bedrogen. Nee, dat is geen leuk grapje. Dat neem ik terug. Afspraak? Met wie? Mag je me niet vragen? Ik heb Dries in geen dagen gezien. Waar zit hij toch? Hij is naar Groningen. Voor die samenwerking met Dommering. Hij heeft er echt heel veel werk aan. En Jan is ook mee. Wat wil dat mens van je? Jannie Postma? Ik zou het niet weten. Alsof er niets gebeurd is. Enig idee waar het over gaat? Ja, over Dries natuurlijk. Ik wil er niet zien. Hoeft ook niet. Ze komt voor mij. Dat zal ze zijn. Geen ruzie maken. Nee hoor. Juffrouw Postma. Dag Jannie.
Dag, mevrouw Oostenburg. Veel over elkaar gehoord, maar weinig gezien. Ja, de mensen kletsen graag. De wildste verhalen doen de ronde. Kom hier. Dank u. Je wilde me spreken? Daarvoor ben ik hier, ja. Mijn man zit in Groningen, maar dat weet je natuurlijk. Ik wilde u ook alleen spreken. Wil je eens drinken? Nee, dank u. Ik wil dat u weet dat ik van uw man hou. Ja, dat heb ik begrepen. Is dat niet een beetje al te veel voor de hand liggend? Directeur met zijn secretaresse? En was het gezellig in Portugal? Gezellig? Ja. Heel gezellig. Maar ik geloof toch dat ik u uit de droom moet helpen. Voor Portugal is er nooit iets tussen uw man en mij geweest. Ik heb wel eens anders gehoord. Zelfs niet toen algemeen bekend werd dat u een verhouding had met meester Hageman. Is dat de waarheid? Ja. Pas in Portugal. Maar toen had u mezelf de deur al uitgezet. Nou, dan was het dus helemaal prettig voor u in Portugal. Ik hou van uw man. En ik weet nu ook dat hij van mij houdt. Maar? Hij heeft nog steeds een sterke band met u. Ach, nee, toch. Hij is een man met geweten. Verantwoordelijkheidsgevoel. Interessant. Geheel nieuw voor me. Ik zou u willen vragen met dat superieure toontje op te houden. Praten over de toekomst van ons allemaal. Je hebt gelijk. Het was een ver van me. Neem me niet kwalijk. Laten we reëel blijven. Hm? Zeg maar Mary, dat praat makkelijker. Dank je. Ik weet niet alles. Maar ik heb genoeg gehoord van wat er gebeurd is. Je hebt ellendige dingen meegemaakt. Wel zelf op de hals gehaald, maar toch. En je zit nog steeds in een rotsituatie. Dries maakt zich daar heel erg bezorgd over. Ja. Zo is hij nou eenmaal. Wat wil je daarmee zeggen? Hij voelt zich verantwoordelijk voor alles. Maar vooral voor jou. Ik word zo heen en weer geslingerd. Hij zei eens tegen me... Ik trouwde haar toen ze nog een kind was. Ze heeft zich helemaal aan me toevertrouwd. En wat heb ik van het huwelijk terechtgebracht? Zei je dat? Ja. Ik geloof dat ik er zelf ook niet zoveel van terechtgebracht heb. Hoe dan ook. Hij heeft veel gevoel voor jou. Nog altijd. Hij zou niet gelukkig zijn met mij als hij weet of... denkt
dat jouw leven op een mislukking zou uitlopen. Ja, zo is hij. En ben je daarom gekomen? Ja. Ik wil weten nu ik nog uit zijn leven verdwijnen kan. Het is niet gemakkelijk voor me, maar het kan. Ik wil weten of jij wat jouw gevoelens voor hem zijn, dat ik hem Dries is een geweldig man. Hij verdient de liefde van een vrouw. Moet ik daar antwoord op geven? Ja. Wat moet ik zeggen? Weet je, Dries en ik zijn een hele tijd heel erg gelukkig geweest. En daarna zijn we, ja, wat vervreemd. En toen kwam die affaire Hageman. En daarna ben ik in allerlei rotsituaties beland. En Dries heeft me weer op de been geholpen. Maar of ik van hem hou? En verliefd ben ik natuurlijk niet meer. Hij is sterk. Hij is eerlijk. Maar liefde. Ja, nou weet ik het ineens. Ik heb hem nodig. En misschien is dat wel meer dan houden van. Is dat wat je wilde weten? Wat ga je nou doen? Ik weet het niet. Ik zal het zien. In ieder geval. Bedankt voor dit gesprek. En jij voor het bezoek. Ja, Napoleon. Als ze erboven nog aan het werk zijn, zullen wij ook maar eens aan de slag gaan. Hm? En daarom, Dries, daarom verdwijn ik uit je leven. Nu ik het nog kan. Nu ik er nog de kracht voor heb. Ik was bij Mary en ik weet dat dit de beste oplossing voor ons drieën is. Ik hou ontzettend veel van je. Maar je had gelijk. Voor ons is er geen morgen. Thank you.
Weinig bij het Jannie. Ik wens ze er alle geluk. Dank je, Janske. Oma, het is je bedtijd. Doe nou niet zo vervelend. Ik heb in geen jaren zo'n heerlijke avond gehad. Dat vind ik echt heel fijn voor je. Maar het is de hoogste tijd. Henk, je bent gewaarschuwd. Je ziet hoe basis is. Laat eens zien dat je eraan kan. Probeer er nog een uurtje bij te praten. Ik kijk wel uit, mevrouw Van Gorkum. Oma, jij begrijpt niets van boeren. Bij ons is de boerin de baas in huis. Ah. Kom. Zo is het. Ik moet trouwens op weg, want morgen om 6 uur komen de lorries van meneer Dommering. Welterusten. Dag, even te kijken. Ja, tot ziens. Wil je nog wat drinken? Nee, dank je, ik heb nog. Barbara, Jan, jullie nog iets? Iets drinken? Nou, nee. Ik denk dat wij ook maar eens gaan. Ja. Zeg, het was ontzettend gezellig. Ja. Heel erg bedankt. Een fijne avond. En kom maar eens gauw toe, ja? Ja, het was heel gezellig. Ja. Bedankt voor je bezoek. Tot kijken. Welterusten. Op de lijst tot maandag? Ja. Daar zijn we dan. Het was een gezellige avond. Ja. Weer net als vroeger. Blij dat je weer thuis bent. Ja. Ik hoor hier, dat weet ik nu. Je krijgt nog een rottijd. Ja. Als jij hem wil helpen. Tuurlijk. Jannie Postma was hier. Ja. Ja, dat schreef ze. Wat kwam ze hier doen? Praten. Als vrouwen onder elkaar. Over mij dus. Ja. Ik vond haar heel bijzonder. Dat heb ik nooit geweten. Nou, ze weg. Zonder afscheid. Alleen dat briefje. Wist je dan? Nee. Ik dacht wel dat ze zoiets zou gaan doen. Heb je er veel verdriet van? Ja. Ik heb het niet tegen haar gezegd. Dat moet je geloven, Dries. Het was haar eigen beslissing. Het is laat. Ik moet weg. Wil je dat?